Ik heb inderdaad programma's over prostitutie en porno gemaakt. En ik heb... kijk, dit gaat over pijpen en beffen. Ik kan je vertellen, de dingen die online te zien zijn... die gaan vele malen verder dan dat. Dat vind ik ook een heel belangrijk punt waar je net over had... wat die bredere discussie moet zijn... over wat er in de haarvaten van onze samenleving zit. Namelijk een beeldcultuur waarin we meisjes laten opgroeien... Met het idee dat ze minder waardig zijn. Ellen Laan, seksuoloog, die haalde altijd aan... ze is helaas onlangs overleden, maar dat meisjes van 7... al zich minder waardig voelen aan jongens van 7. En dat op 5-jarige leeftijd nog niet. Dus er gebeurt van alles in die beeldstructuur die dat meegeeft. Wordt er dan een relatie gelegd tot porno en daar grens over? Nou ja, het effect van porno en van de extreme porno... want het gaat bijna niet meer over seks als je porno ziet. Dat gaat over vernietiging van vrouwen en meisjes. Over verkrachtingsfantasieën. Over de meest vreselijke dingen. Choking, destroying. Dat zijn hele populaire zoektermen. Dat is... Dat blijkt ook uit onderzoek dat jongens die daaraan blootgesteld worden... op latere leeftijd eerder geneigd zijn om vrouwen te objectiviseren. Meisjes die veel van dat soort beelden zien, die denken... oké, het draait allemaal om het genot van de man. En mijn maatschappelijke waarde ligt in sexy zijn. Ja, jij zegt, dit soort porno heeft invloed op de seksuele moraal in ons land. Ja, absoluut. Daar is een